This is a Chucky Beat production. We zijn ondertussen al 2 dagen later. De dag was super goed begonnen. Ik had een stukje pizza gegeten. Yo mensen, mijn naam is Benoit en welkom op deze nieuwe vlog. Ik ben in het centrum van Barcelona, jullie zien het, aan Plaza de Catalunya. En ik ga vandaag mijn fiets op een speciale manier vastbinden, zodat niemand kan zien dat die vasthangt. En ik ga wachten op een dief. De dief gaat mijn fiets pakken en de dief gaat op zijn bek gaan. En zo neem ik gewoon een dief te grazen en over een meesterik hem. Ik zou zeggen, let's fucking go! Ik ga dus mijn touwtje hier insteken. Ik ga dat hier aan ben, zo kan de dief dat nooit zien. En dan bind ik hem aan die struik hier. Die is al redelijk sterk. Ik kan dus echt niet wachten tot die dief op zijn bek gaat gaan. Let's go. Oké, mensen, kijk, de bike staat nu hier. Het is heel moeilijk om de kabel te zien, maar daar hangt hij. Dus ik hoop dat er niemand gaat zien en dat ze hem gewoon gaan proberen te stelen. Let's go. Veel te veel politie. Er is een homie van België opkomst en we gaan waarschijnlijk ergens anders die prank doen. Ik denk aan het strand, want mijn BMX is ooit al aan het strand gestolen. Misschien kan ik zelf die dief ooit nog een keer overmeesteren. Let's go! Deze shit is uit mijn zakken gestolen. Ik weet niet hoe, opeens was het weg en moest het gevallen zijn. Ik had het echt horen vallen. Wie dat niet weet wat dat daar is, dat is voor je camera op te zetten en je kan dat dan aan alles hangen. Je hangt dat zo, hup, aan een boom of zo en dan neem je een timelapse, film je jezelf, je kan gewoon kiezen. Ik gebruik het ook gewoon als selfie stick. Je kan het gewoon kiezen. Oh fuck. Ça va? Dat was hard. Dat was heel hard. En later op de dag zijn we gewoon gaan skaten. Ja, ik natuurlijk BMX'en aan de Plaza Universiteit met nog 2 andere homies van België. De zotste shit ooit. Opeens was de rugzak van ons weg. En ik bekijk nu de beelden hier op mijn computer en check wat dat jullie zien. Yo, yo. Dit is gek. Deze dude zat ons dus af te leiden en achter ons is er dus iemand onze zak komen stelen. Dat is het enige moment dat hij dat heeft kunnen doen. Dat is de enige kans. Dus een dikke fuck you naar jou. Je had het waarschijnlijk nooit zien, maar je zegt gewoon een klootzak. En ik kan jullie zeggen, karma ga je echt nog hebben. En ik vrees er ook een beetje voor dat het eigenlijk een soort karma was. Want met voorbedachte raden, een fiets verstoppen, er een klein lintje aan hangen en zo die boef op zijn bek laten gaan, is eigenlijk wel fucked up. Want zoals de mensen zeggen, de gelegenheid maakt de dief. Een dat stukje geven aan die arme man en zijn hond. Hola. Wow. Thank you.
genoten van de video. Vandaag de dagelijkse applaus, want ik was echt volledig op je stuur. En ik zie jullie de volgende keer.